Hoor op tot Agen 007. James Bond. Maar die doet niet mee voor de keuring. Dames en heren, Hannes 484, Tiemen 503, Jeppe 537, Martinez 539, Sabine, als jullie zover zijn, laatste spannende momenten voordat we weer naar huis toe gaan en deze dag er weer op zit, de keuring der keuringen. Het woord aan de voorzitter van de Hengstekeuringcommissie, Sabine Zwaga. Ja, dankjewel Bert. Ik hoop dat jullie tot nu toe een geweldige dag hebben gehad. Wij wel. We hebben 4 kanonnen van paarden over. Johannes, Tiemen, Jeppe en Martinez. Het zijn alle vier kanonnen van paarden zoals ik al net zei. We hebben gekeken naar de kleine details. Voor ons was er 1 paard die ons heel veel kippenvel bezorgde. En daar waren we het wel unaniem over eens. Maar ik ga eerst de reservekampioen bekendmaken. Reservekampioen Hengstekeuring 2024 wordt een hengst die heel compleet is, die heel sterk gebouwd is en voor zijn jonge leeftijd al heel veel laat zien. Martinez 539. Reservekampioen Martinez. Nou. En dat betekent dat dit jaar de jeugd het stukje overneemt. En met Jeppe noemer 1. Kampioen van de Hengstekeuring 2024 wordt een hengst die zoveel souplesse laat zien. Die zo goed op het achterbeen kan komen. Die in de wendingen heel goed in het ritme blijft doordraven. Daarmee heeft hij zich heel erg bij ons geïmponeerd. En daarnaast heeft hij een grandioos modern voorkomen. Kampioen van de Hengstekeuring 2024. Jeppe 537. Ja, ja. De kampioen. De jeugd. Geweldig. Dat wilde net zeggen dat hij de tak over had, want dan had ik vriendin willen zoeken dat hij ouder weer omslag. Maar Joert is het put aan de jeugd van en gaan we dan Jeppe als een heel begrijpelijke kampioen in ieder geval. Van alle kanten, ja. Ik ken net volle discussie hoe besteden. Fokkers, eigenaren, kom erbij. En alles komt een eind. Hier de kampioen. We gaan staan, we staan al voor Jeppe, 5, 3, 7.